Van harte welkom in deze bazaar. Het is een primeur voor VOCA om dit eerste evenement post-COVID te organiseren. We hebben het geluk na corona dat die economie enorm aantrekt. Maar natuurlijk, de keerzijde daarvan is dat al die ondernemers geen personeel genoeg vinden om dat werk uit te oefenen. De bruto minimumlonen verhogen, dat vernietigt jobs. Dus men doet niet wat men moet doen en als men het doet, is het verkeerd. Dat is spijtig genoeg de rode draad. Dus volgens u gaat er niks bougeren? Jawel, in de verkeerde richting. De lasten op arbeid moeten naar beneden, de mensen moeten meer netto overhouden. Onze minister van Financiën zal daar zeer sterk op inzetten. De vraag is, waar gaan we het van halen? Nee? Want dat heb ik niet gehoord hier aan tafel. Nee. Wat voor ons belangrijk is hetgeen dat wel al duidelijk is, dat dat minimumpensioen omhoog gaat, van 1500 euro netto. En wat de vorige regering heeft afgeschaft, maar wat we nu opnieuw gaan invoeren, en wat dat geld opbrengt en mensen stimuleert om langer te werken, dat is die pensioenbonus. Ja, mijn partij is ook, en daar ben ik tevreden met deze regering, dat de pensioenen gaan naar 1500 euro. Weet je waarom? We werken keihard en we betalen keiveel belastingen. Ah, is dat niet zo gek dat het einde van de rit er iets overschiet? Maar wij hebben dat wel gefinancierd door de splitsing van de sociale zekerheid. Wij hebben gekozen voor een energietransitie naar hernieuwbare energie. Wij hebben gekozen voor digitalisering, duurzaamheid. Maar ik mis een ambitie om dat samen te doen, om samen die moedige keuzes te nemen. En je ziet dat door die altijd uit te stellen, dat je nu op een point of no return bent aanbeland. We starten deze keer het politiek-economisch werkjaar met perspectief en met hoop. Vol kansen en vol mogelijkheden. Ik plagieer met plezier VOCA door te zeggen dat we meer dan ooit zullen zorgen voor groei waar iedereen beter van wordt. De eerste bezorgdheid van al onze ondernemingen is niet meer dat virus, maar de krapte op de arbeidsmarkt. Voer de jobbonus dringend in. Die bevoegdheid heeft u en doe die dit jaar nog. En toon daarmee dat Vlaanderen zijn arbeidsmarktbeleid zelf in handen neemt. Wat er ook op ons pad komt. We kunnen het aan. Ik dank u, ondernemers, voor uw toewijding en doorzettingsvermogen. En ik wens uiteraard u allen in partnership met het beleid een vruchtbaar werkjaar toe. Het belangrijkste is dat we een weg inslaan, dat we een richting kiezen. De War for Talent is iets wat wij als ondernemingen elke dag meemaken. We zien daar ook een inflatie in wat betreft salarissen. De grootste uitdaging voor onze onderneming om te groeien is om de mensen te vinden om deze groei te realiseren en om de mensen die we hebben ook terug samen te brengen. Net zoals dat we vanavond doen, zou ik dat graag zien dat dat morgen ook zo realiseert op onze werkvloer. Onze core is live beleving. Dus we doen een oproep naar de overheid. Blijf investeren in cultuur meer dan ooit. Momenteel zijn er nog heel wat beperkingen die op ons van toepassing zijn en die echt een impact hebben op ons, op de werking van ons bedrijf, op ons omzetcijfer. Netwerken vind ik zelf zeer belangrijk. Ik ben nu ook als ondernemer volksvertegenwoordiger. En ik vind het wel belangrijk, want ik krijg zoveel signalen van ondernemers. Zoveel mensen zeggen mee, Kathleen, je moet dat meenemen naar de politiek. Vandaag zat ik hier in beide formaties. Ik heb beide gehoord. Ik vind het fantastisch dat je de kleine dingen direct kan doorgeven aan de mensen. Het belangrijkste voor mij is dat we moeten zien te groeien, zonder dat dat met rode cijfers gepaard gaat. Verstandig groeien. Dat heb ik vooral onthouden en ik hoop dat politici dat het komende jaar ook kunnen bewijzen. De boodschap die ik heel goed heb gehoord is van transparant te zijn, om zekerheid te bieden en om ervoor te zorgen dat het beleid echt goed de drie hoekstenen met elkaar in verband houdt. Betaalbaarheid, bevoorradingszekerheid en transitie naar groene energie.